vandaag mijn lipstick en lipglosslade opruimen. Ik heb nieuwe bakjes van de eBay gekocht. Op eBay gekocht en die wil ik graag vullen. De manier waarop het nu werkt is gewoon niet heel erg chill. En daarnaast gebruik ik gewoon te veel spullen. Of zijn er gewoon te veel spullen waarvan ik denk, ja, maar ik gebruik het gewoon niet meer. Dus ik ga alles eventjes opnieuw indelen. Dingen weggeven, een aantal dingen weggooien. En mijn lipgloslader is heel eventjes bakjes uitruimen. Want het is gewoon te veel en het wordt eigenlijk gewoon een beetje een zooi. En daar hou ik gewoon helemaal niet van. Dus ik hoop dat je het leuk vindt om mijn opruimboede te zien. En heel erg veel plezier met kijken. Dus ik ga beginnen. Oké, zo ziet het er nu uit. In deze bak, heen mijn bakjes, zitten mijn lippenstiften. En dit zijn de bakjes waar ik zo dadelijk mijn lippenstiften in wil gaan doen. Deze kwam van de eBay en hier heb ik een artikel over geschreven. Ik denk dat die al online is gekomen wanneer deze video online komt. Dus voor de verkoper en hoe het allemaal werkt, dan kan je dat even dat artikel terugzien. Mijn lipglossjes zitten hierin. En dat werkt op zich prima, kijk, want je kan niet lipgloss in lippenstifthouders doen. Dat gaat ook niet met de hoogte ervan. Zeker niet als je hele lange hebt. Dat werkt gewoon eigenlijk heel onprettig. Dus vandaar dat ik het dan maar leggend in een bakje doe. Alleen het is gewoon te veel. Dit moet daarin en dit moet gewoon echt een keertje uitgezocht worden. Dus kijk met me mee en ik ga beginnen. Ik ga in ieder geval hier de spullen in doen die weg mogen. En hier de spullen in doen die weggegeven mogen worden. Ik ga eerst nu alles uitruimen. Selectie gemaakt. Deze hele pot ga ik weggeven. Het zijn bijna allemaal kleurtjes die ik gewoon heel saai vind en die ik toch niet op heb. En waar ik er soort van ook al genoeg van heb, weet je wel, van die typische roze of nude kleuren. Ik ga het weggeven. En enkele gaan weg. Die zijn gewoon niet meer goed en de kwastjes ervan zijn niet meer goed. Dus beter dat die gewoon in de prullenbak gaan. Wat ik overhoud is wat je hier op dit moment ziet. Ik denk dat ik het ga indelen per kleur. Ik denk dat dat het beste is. Het is voornamelijk toch allemaal drogisterijmerken. Er zitten geen hele luxe Chanel of Dior dingen binnen. Dus ik denk dat ik dit nu op kleur ga doen. Hier zitten de lippotloodjes, want ik dacht, ja, die kan ik wel op kleur doen, maar die kunnen net zo goed daar. En lippenbalsems. Hier zitten de frambozenroze kleuren. Hier zitten de rode kleuren. Hier zitten de koraalroze tinten. Hier zitten de roze tinten. Hier zitten de bordeaux kleuren, in ieder geval de donkere. En hier zitten de nude-achtige kleurtjes. Ik ben tevreden, hij is echt de helft minder nu. Dus dat ziet er echt super netjes uit. Dus ik ben er heel blij mee. Die gaan we lekker zo dadelijk in de lade doen. En dan ga ik nu over op de lippenstiften. De lipstiftbakjes geworden. Hier zitten alle Catrice en Essence lipstiften in. Hier zitten alle wat meer high-end zoals MAC en Lancôme en Yves Saint Laurent en de wat duurdere drogisterijmerken. En hier zit voornamelijk Hema en Sleek in. Gewoon ook een beetje wat hierin zit, maar dit is te vol, dus dan het volgende bakje. Ik kan dit op zich prima daarbij in doen, maar ik weet niet of ik dat... Ja, dat zou voor nu dus wel kunnen. Dan is deze vol. Maar dan is het hele idee een beetje weg. Dus ik hou deze lekker hier.
Ik hoop deze namelijk nog meer te gaan vullen. Dus, en ik heb er eentje uiteindelijk maar weggedaan. Of ga ik weggeven. Want zo is het op zich wel prima. Eindelijk opgeruimd. Ik ga het nu allemaal terug in de kastjes zetten.